Over Flevoland gesproken, met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De stofwolken zijn opgetrokken bij 50PLUS Flevoland. Veel oud-gedienden zijn opgestapt en de partij schuift nu nieuwe mensen naar voren richting statenverkiezingen. En Paul van der Starre uit Almere is de lijsttrekker, meneer van der Starre. Dat is wel verrassend, ook voor uzelf? Dat is zeker verrassend, ja. En vooral ook de manier waarop het eigenlijk gegaan is. Het is nog geen week geleden dat de ledenvergadering met unanieme stemmen mij verkozen heeft tot hun lijstaanvoerder, zeg maar. Dat is in ieder geval een steuntje de rug. Ja, absoluut. Dat kunnen we wel gebruiken. Ja, nou, hoe dat zo gekomen is, kom ik zo graag met u op. We kennen u nog uit de Almeerse politiek. U was fractieassistent van de VVD. Ja, klopt. U bent daar 2 jaar geleden vertrokken, hè? Omdat er boterde niet met de fractievoorzitter. Nou, weet je wat het is? Het is politiek. En in politiek, mensen komen, mensen gaan. Iedereen met zijn eigen verhaal. Het is bijna 2 jaar geleden. Dus ik heb liever dat we even naar voren kijken dan dat we terugkijken op die situatie. Oh, dan maakt u me bijna heel nieuwsgierig. Maar u voelde zich daar niet meer thuis? Ja, nou ja, het zijn perikelen in de fractie geweest. Er zijn nog wat andere. Dus er is nog een ander fractielid is destijds opgestapt. Ja. Maar wat ik zeg, het is politiek. In iedere partij gebeuren dit soort dingen. Maar sinds wanneer bent u bij 50PLUS actief geworden? In 2017. Vrij kort daarna. Vrij kort daarna werd ik gevraagd of ik mij actief wilde in gaan zetten voor 50PLUS. Ik heb er uiteraard wel even over na moeten denken. Ja. Want het was vrij kort inderdaad op mijn VVD-achtergrond. Maar wat er dan toch gebeurt als je ouder wordt, je ziet dat de dynamiek gaat toch veranderen in het leven. Om een voorbeeld te geven waar je normaal gesproken je pensioenoverzicht ieder jaar nou amper bekijkt. Hmm. Kom je nu op een leeftijd dat je toch heel geïnteresseerd gaat kijken, wat gebeurt er met mijn pensioen? Ja, en toen dacht ik moet bij 50PLUS zijn. Ja, nou ja, je gaat het programma lezen. En er waren meer elementen waarvan ik zei van ja, dat spreekt me bijzonder aan. En ik heb me toen met volle overtuiging ook gemeld als actief lid van 50PLUS. Nou is dat natuurlijk één ding, maar nu dus lijsttrekker. Hoe is dat nou zo gekomen? Ja, ik denk dat u dat toch anderen moet vragen dan mij. Wat er gebeurd is dat eind 2017 hadden een aantal mensen van 50PLUS het plan opgevat om actief te worden als 50PLUS in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Mm-hmm. Ze hebben mij gevraagd of ik daarin een bijdrage wilde leveren. Ik heb daarvoor het campagneplan geschreven destijds. Ik heb meegeschreven ook aan het verkiezingsprogramma. Ja, want u bent marketing- en communicatiespecialist, dat ligt dan snel op uw weg. Dat klopt. Het was helaas even iets te vroeg voor 50PLUS om nog in Almere gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Maar schijnbaar is die samenwerking zo goed bevallen dat ik nu verkozen ben tot lijsttrekker. Ja. De ledenvergadering waar u een kleine week geleden werd verkozen tot lijsttrekker, die werd omschreven als stormachtig, maar zeer indrukwekkend. Hij was des 50PLUS, mag ik het zo zeggen? Nou ja, dan is je vast en zeker stormachtig geweest. Nou, er waren een aantal andere kandidaten en die hebben zeg maar na een zinvolle discussie besloten om zich terug te trekken als potentiële lijsttrekker en mij daarin te steunen. Dus zo is het eigenlijk gebeurd. Ja, en zeer indrukwekkend. Ja, wat is indrukwekkend? Er is een stevige discussie geweest, maar die heb ik wel meer meegemaakt, ook binnen de VVD. Dus en waar spitste zich dat op toe? Ja, dat spitste zich met name toch toe op het lijsttrekkerschap, het profiel van de kandidaat. Ik ben natuurlijk relatief nieuw, dus dan is het toch wel even een discussie waard om... Uw nieren werden wel even geproefd, zou ik maar zeggen. Ja, nee, uiteraard. Mm. Ja, terecht ook. Nou, 50PLUS staat natuurlijk altijd wel garant voor wat bestuurlijk gekrakeel. Ja. Onderlinge conflicten hebben we afgelopen tijd ook hier in Flevoland gehad. De fractie van 50PLUS in de Staten is eigenlijk overgelopen naar OPA, de concurrerende oudere partij. Ja. Afdelingsvoorzitter heeft haar functie neergelegd. Was weer eens een hoop gedoe. Ja. Houdt dat nou nooit eens op? Dat gaat bij deze ophouden, hoop ik. Ja, dat hebben we vaker gehoord natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik zeg dat wel met een reden. En een gedeelte van die reden heb ik net al aangegeven. Een aantal nieuwe mensen, zowel in het bestuur als op de lijst, zijn dezelfde mensen als met wie ik in 2017 heel actief heb samengewerkt om te proberen 50PLUS naar de gemeenteraad te krijgen. Ja. Dat waren intensieve tijden, dat waren intensieve weken die we gedraaid hebben met z'n allen. Jullie hebben elkaar kennen, je ziet dat je complementair bent aan elkaar. Dus het is een hele andere situatie dan dat je met vreemde mensen bij elkaar gezet wordt en zoek het dan maar uit met z'n allen. Hier zit een team mensen wat elkaar nu al kent. Maar toch, hè, want daar is wel Mark van Rooij bij bijvoorbeeld. Hè, die staat nummer 2 nu op de lijst. En dat is toch degene die nog maar een paar maanden geleden uit het hoofdbestuur van 50PLUS is gedwongen op te stappen eigenlijk. Hè. Geert Dales, de voorzitter, wilde niet met hem verder in het bestuur. Nee. En die staat nu 2e op de lijst. Hebben we dan niet toch weer een recept voor onrust? Nee, de leden hebben gekozen. Ik ken Mark al wat langer dan vandaag. Mark en ik die zijn bijzonder complementair aan elkaar. Waar ik zeg maar het gezicht naar buiten ben,
is Mark toch meer de statisticus, de analist in dit geheel. En ik denk dat dat garant staat voor een hele goede samenwerking. Ja, maar kunt u toch zich voorstellen dat mensen toch een beetje lacherig doen onderhand over 50PLUS? In ieder geval over dat soort gedoe? Ja, maar daar kan ik niks aan doen natuurlijk. Het is nu mijn taak om rust te creëren in zowel het politieke veld en het nieuwe bestuur op het bestuurlijke vlak. Maar u krijgt natuurlijk wel te maken, hè, want Wout Jansen, de lijsttrekker van 4 jaar geleden, hè, die dus nu als fractievoorzitter niet meer voor 50PLUS, maar voor opa actief is, wordt ook lijsttrekker voor opa. Ja. Dus dat wordt straks een directe concurrent van u in de verkiezingen. Dat wordt toch een wat aparte situatie. Ja, ik ben blij dat u mij die vraag stelt. Want ik denk dat er geen sprake is van concurrentie. Ik denk dat het heel belangrijk voor de kiezer is om te weten dat 50PLUS de enige oudere partij in Flevoland is met een landelijke vertegenwoordiging. Hmm. We hebben een Eerste Kamerfractie, we hebben een Tweede Kamerfractie, waar meneer Van Rooyen zich uitermate sterk maakt voor behoud van de pensioenen. Een invloed hebben in Den Haag betekent dat je ook in de lokale, of dat de regionale politiek een sterkere vuist kunt maken. Ik heb dat bijvoorbeeld gezien in de tijd dat ik in de VVD zat, dat Annemarie Jorritsma burgemeester was. Die had natuurlijk een heel netwerk in het Haagse en dat heeft Almere heel veel opgeleverd. En ik verwacht dat 50PLUS met alle inspanningen die wij nu in de Eerste en de Tweede Kamer doen, hetzelfde effect kan bereiken. Ja. Nou goed, we hebben dus een soort grote schoonmaak in 50PLUS Flevoland. Met deze voordracht heeft het afdelingsbestuur gekozen voor een nieuwe weg, las ik. Wat is die nieuwe weg vooral? Is dat ook inhoudelijk een nieuwe weg? Ja, dat is, we gaan gewoon een stuk scherper aan de windzijlen dan de vorige fractie, laat ik het voor de afsplitting maar zeggen. Nou, die ook af en toe wel scherp aan de windzeilen hoor, toch? Ja, maar op de verkeerde dossiers, denk ik. Om maar een voorbeeld te noemen. We zijn niet zo'n heel grote fractie, zoals je weet. En we hebben een heel gevoelig dossier gehad en dat was de Oostvaardersplassen. Er was een dramatische toestand met dieren die niet voldoende eten hadden. En maar daar heeft 50PLUS zich toch ook aardig op ingespannen? Ja, dat bedoel ik. 50PLUS is daar maanden mee bezig geweest om zich te verdiepen en te betrekken in dat dossier. Maar wij zijn geen partij voor de dieren, we zijn een partij voor de ouderen. En ik ken voldoende ouderen hier in Flevoland die het ook, net zoals de dieren, nou is misschien een verkeerde vergelijking, maar die het ook moeilijk hebben om gewoon iedere avond een verse maaltijd op tafel te zetten. En daar ligt onze prioriteit. Onze prioriteit ligt bij de ouderen. En dat wil ik veel scherper dan de oude fractie. Maar zit u dan in de provinciale politiek wel op de goede plek? Want ook dat soort punten zijn af en toe door 50PLUS natuurlijk afgelopen periode wel aangevoerd. En dan werd er heel vaak gezegd, ja, dat is geen kerntaak van de provincie. Nee, maar 50PLUS, met name, ja, 50PLUS heeft toch geprobeerd om zich te verwijderen van de kerntaken. Om een ruimere interpretatie van de kerntaken voor elkaar te krijgen. U wilt weer echt terug naar het punt waar het allemaal om begonnen is bij 50PLUS. Exact. Wij zijn er voor de ouderen. Het belang van de ouderen, daar is zoveel werk op te doen. En daar wil ik me ook op concentreren. En wat wordt dan het belangrijkste punt daar? Een speerpunt voor de campagne? Nou, ja, u weet, het is nog geen week geleden dat ik gekozen ben tot lijsttrekker. Dus we zijn hard bezig met het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Maar natuurlijk zijn er een aantal kernpunten die we naar voren willen brengen. En een van de belangrijkste is, vind ik, het absolute gebrek aan levensloopbestendige woningen voor ouderen. Want wat zie je gebeuren? Bij heel veel ouderen zijn de kinderen het huis uit. Ja. Die willen graag een andere woning. Het verkopen van hun huidige woning is geen probleem. Maar er is geen alternatief. Die woningen zijn er niet. Dus die ouderen zijn eigenlijk gevangen in hun eigen bestaande woning. En dus daar wilt u zich voor inspannen? Ja, en dan hangt ook nog eens een keertje het zwaard van Damocles boven hun hoofd. Met die energietransitie. Ja. Want mogelijk worden we dadelijk gedwongen tot vergroening van de huizen. Wie gaat dat betalen? De ouderen kunnen die betalen. En als ze dat kunnen betalen, dan is de terugverdientijd dermate lang. Ik durf het bijna te zeggen dat een gedeelte van onze doelgroep dat niet meer mee zal maken. Goed, daar gaat 50PLUS mee aan de gang. Ik dank u wel, Paul van der Starre. Dit was Over Flevoland gesproken. Nog een prettige dag.